Manifestation Junkies, toppertjes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Mullicom podcast. Ik was van plan om vandaag een aflevering op te nemen over de lancering. Hoe ik het heb ervaren, hoe ik het heb gedaan. Ik wilde deep diven in de afgelopen lancering. Wat ging goed, wat ging niet goed en... ja, een klein beetje ook break it down for you, zodat je een kijkje achter de schermen krijgt. Omdat ik denk dat interessant is. Dat vul ik nu even in, maar ik denk dat veel mensen daar wat aan hebben. Dat veel ondernemers daar wat aan hebben. Hoe ik aankijk tegen lanceren en ook hoe ik zelf zie waarom dit zo'n succesvolle, als ik dat mag zeggen, succesvolle, zo ervaar ik dat, lancering is geweest. Als ondernemer was het voor mij een persoonlijke mijlpaal. Namelijk de eerste keer dat het een six-figure launch is. En dat moet ik zeggen dat wel lekker voelt. Want dat wilde ik heel graag. En als het dan lukt, dan is het... ja, dat is gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Het was mijn verlangen. Het was geen keihard doel zoals je afgelopen maandag in de podcast hebt geluisterd. Maar het was een verlangen. En beide verlangens, zowel voor de eerste dag 100 aanmeldingen als... zondag sluiten de deuren en dan wilde ik er 200 hebben. Dat was de intentie. En we have far exceeded that. En daar ben ik zo ongelooflijk trots op en zo dankbaar voor. En nogmaals, ik wilde daar vandaag een aflevering over opnemen. Maar als je mij een beetje gevolgd hebt op Instagram tijdens de lancering, heb je er iets van meegekregen. Ik hoorde van veel mensen dat er van de buitenkant heel weinig van te merken was. Gelukkig maar. Maar ik ga je ook vertellen, het was de beste lancering ooit in de zin van aantallen. En de slechtste lancering ooit in de zin van wat is er in godsnaam allemaal goed gegaan. En dan doe ik vooral echt alles ging fout. Ja, nogmaals, ik ga er een boekje over open doen. Ik wil er heel transparant over zijn, dat je echt een kijkje achter de schermen krijgt. Maar op dit moment merk ik dat ik nog... best wel volle bak in de emotie zit. Ik heb me namelijk... ik ben behoorlijk uit alignment geweest. Anderhalve dag tijdens de lancering. Ook dat ga ik eerlijk vertellen. Ik ga gewoon eventjes een uitgebreid verslag doen van die lancering. Maar dat ga ik niet nu doen, omdat ik nog te zeer in de emotie zit. En ik denk dat het beter is op het moment dat dat niet meer zo is. Alhoewel was het misschien ook wel interessant geweest als ik nu al mijn gedachten ga delen. Maar ik laat het heel eventjes. Dus vandaag, ik heb je nu misschien wel heel lekker gemaakt voor die aflevering. Maar het wordt vervolgd, dat beloof ik. Ik ga... ik kan het alleen maar in het Engels mooi zeggen. Break it down for you, hoe we die 6-figure launch hebben gehaald. En wat er allemaal misging, holy shit. Oké, vandaag heb ik besloten om iets anders te behandelen. Dat is namelijk een vraag die ik kreeg via DM tijdens de lancering. Op zondag, de laatste dag. Een dame die vroeg aan mij, een onderneemster, die zegt tegen mij... Kim, misschien helemaal off-topic, maar ik zou zo graag willen dat je hier een podcast over opneemt. Want ik vind deze lancering zo inspirerend. En je bent net moeder. En ik vind dat je het supergoed doet. Maar Kim, echt serieus. Hoe doe jij het allemaal eigenlijk? Ik bedoel, ik zie je nooit poetsen of boodschappen doen. Maar koken. Ik bedoel, dat zijn toch ook dingen die moeten gebeuren. Hoe doe jij dat allemaal? En toen dacht ik, wauw. Ja, oké. Ik weet niet of meer mensen dit interessant vinden. Maar misschien wel. Het was een vraag dus van een trouwe luisteraar. En ik dacht, ja, misschien moet ik hier iets over delen. Misschien heb je hier wel iets aan. Want ik denk dat ik er wel iets zinnigs over te zeggen heb. Want ik geloof heel erg over de combinatie. Ik geloof heel erg in de combinatie van het runnen van een succesvol bedrijf. Een goede moeder zijn. Tijd voor je kinderen hebben. Een vrouw kunnen. Ik ben het allemaal nog een beetje aan het uitvogelen. Maar het lukt aardig. Een vrouw kunnen zijn voor je partner. Vriendin kunnen zijn voor je partner. En ik sport 2-3 keer per week. Elke dag wandelen. Want dat zei ze ook. Je pakt elke dag je me-time. Mijn god, hoe doe je dat? Ik poets ook mijn huis. Ik doe boodschappen. Ik kook. Ja, dat is wel mijn minst favoriete bezigheid. Maar goed, ik doe het. Dus ja... ik hoop dat meerdere mensen het interessant vinden. Dus ik wil ook hier... wil ik eens even in deep dive van hoe pak ik het allemaal aan? En hoe kan het dat ik zelfs met 3-4 maanden zwangerschapsverlof... mijn beste jaar ooit draai? En
bij deze ook. En dat vind ik ook wel echt... Oh, het voelde echt heel tof allemaal. Ik wilde dit jaar de 5 ton omzet halen. En door deze lancering is die dus al in oktober gehaald. En ik vind het echt super tof. Het is echt super tof. Ik moet ook nog iets vertellen. Het is misschien wel goed dat ik dat nu vertel. Want het is al over een week. Dit was al langer gepland. Ik heb besloten, als het haalbaar is... Oh ja, het is sowieso haalbaar, maar... als we de bugs uit het systeem krijgen nu om het door te laten gaan. Dat is namelijk volgende week woensdag ga ik Weight Loss Mastery nog één keer dit jaar lanceren. Ik heb daar de laatste maanden, ook tijdens mijn verlof, zo ontzettend veel vragen over gekregen. Wanneer gaan de deuren open? Dat het gewoon al te lang geduurd heeft. En ik kan nu nog wel heel lang gaan wachten. Maar ik wil ook nog dit jaar, ook dat hebben heel veel mensen gevraagd. Ik ga ook nog dit jaar Money Mindset Mastery lanceren. Die komt daarna. Die training ga ik maken. Weight Loss Mastery komt dus. Volgende week woensdag gaat die live. Ook maar een aantal dagen. De laatste keer dit jaar. En ook hiervoor ga ik je echt adviseren om je op die wachtlijst te zetten. Via de link in mijn bio. Via de website kom je er rechtstreeks op terecht. www.kimmunnekom.nl. Omdat ik je net als bij Love Attraction Mastery de eerste 24 uur echt iets extra's ga aanbieden. En als jij een van die mensen bent die op die wachtlijst staat, die mij al heel vaak gemaild heeft, wanneer gaan nu eindelijk die deuren open, dan zet jezelf op die wachtlijst. En ik ga je als eerste meer informatie sturen en je de mogelijkheid geven om tegen de scherpste prijs mee te doen. Oké, dat eventjes benoemd hebben. Er gaat deze week een evaluatie plaatsvinden met mijn team over de afgelopen lancering. Om echt te kijken van oké, wat kunnen we tackelen voor de volgende keer? Wat kan allemaal beter? Wat kan ik doen? Wat kunnen we al samen doen? En ik vertrouw erop dat dat goed gaat komen. Maar nogmaals, ik ga uitgebreid verslag doen dus van de lancering. Als dingen zijn, ook meer zijn opgelost en als mijn emotie iets minder heftig is. Ja, laat het daarop houden, dan druk ik me even netjes uit. Oké, dus vandaag, hoe doe je het allemaal? Hoe krijg ik het voor elkaar om 5 ton omzet te draaien, een kindje te krijgen, zwanger te zijn, in coronatijd 4 maanden zwangerschapsverlof te hebben... De boodschappen te doen, 3 keer per week een podcast, 3 keer per week tennissen, elke dag wandelen, uit eten, poetsen, whatever. Hoe doe je dat? Blijkbaar is dat interessant. Oké, ik denk dat ik het ook zou willen weten hoe een ander dat doet als ik bijvoorbeeld... ik luister veel Amerikaanse podcasts en dan vind ik dit soort dingen ook interessant. Dus, wat nummer 1 denk ik absoluut heel belangrijk is dat jij... een besluit maakt wat voor jou prioriteit heeft. En voor mij is dat altijd geweest voor de zwangerschap, überhaupt voor de geboorte, nee moet ik zeggen niet voor de zwangerschap, voor de geboorte van Julian, stond mijn bedrijf samen met zijn vriend op de absolute nummer 1. En ik koos altijd voor werken boven poetsen, boodschappen doen of koken. Altijd. Werken verkoos ik nooit boven me-time. Dat staat daar nog boven. Maar mijn bedrijf staat nog steeds op een hele hoge plek. Julian staat absoluut op 1. Maar dan is het wel... en dan zeg ik zijn vriend en dan mijn bedrijf. Maar als je kijkt naar alle bezigheden... Naar mijn mening, op het moment dat jij een succesvol bedrijf... wil runnen, moet je bedrijf ook prioriteit hebben. Dat is mijn mening. Dat is dus mijn waarheid. Dat hoeft niet de waarheid te zijn. Daar komt bij dat ik dit ontzettend leuk vind. Dus het kost me 0,0 moeite. Ik wil dit. Ik ga naar bed met mijn bedrijf. En ik sta op met mijn bedrijf met alleen maar ideeën, podcast luisteren. Gewoon continu aanstaan. En ik vind het heerlijk. Dit zorgt niet voor te veel spanning of nooit rust in mijn hoofd. Totaal niet, omdat het alleen maar leuk is. Het is totaal geen druk. Het is echt alleen maar leuk. Op het moment dat je dat niet zo ervaart en het voelt zwaar... mag je dat naar mijn mening ook onder de loep nemen van wat is dat? Wat is het nou wat zwaar voelt? Wat is het wat ik eigenlijk anders zou willen? En dan zou ik jezelf de vraag stellen, als alles mogelijk was, hoe zou ik dan willen dat mijn bedrijf eruit zag? Wat zou ik willen doen? Hoe zou ik het aan willen pakken? Hoe zou ik willen dat mijn dag eruit ziet? Dat mag je echt niet voor jezelf op papier zetten, want ik ben echt heel happy met hoe het gaat. Dus dat is 1.
maak echt, zet je bedrijf op een hele hoge plek. Maak er een prioriteit van. Vervolgens is tip 2, is echt heel helder weten wat het is waar jij je op mag focussen, wat je bedrijf voorwaarts gaat drijven. Dus wat er in mijn geval voor gaat zorgen dat ik die 5 ton omzet haal. En dat heb ik heel erg helder. Weet wat voor jou the thing is, waardoor jij je doelen behaalt. Heel veel ondernemers doen maar wat. Omdat ze het anderen zien doen, omdat ze niet weten hoe ze klanten aantrekken, omdat ze niet weten wat voor hen werkt. En dat is prima. Als je nog niet zo lang bezig bent, is dit ook gewoon een experimentele fase. Dus dan zou ik je willen adviseren, experimenteer zoveel mogelijk. Door te experimenteren leer je het snelste wat je leuk vindt, wat bij je past, wat werkt. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar door het helder te hebben kun je namelijk heel erg duidelijk gaan focussen. En ik heb een hele duidelijke focus. En als ik 's ochtends wakker word, meestal doe ik dat al de dag van tevoren, heb ik een to-do-lijstje voor die dag. En 3 van die dingen van dat lijstje hebben prioriteit. En dat zijn de dingen die mij dichter bij mijn jaarlijkse verlangens gaan brengen. Verlangens, doelen, geef het beestje een naam. Dus ik heb heel helder, hoe ga ik die 5 ton omzet realiseren? Dan weet ik dus, wat moet er absoluut gebeuren op dagelijkse basis, zodat ik dat ga halen. Gewone weken betekent dat ik sowieso elke dag veel op Instagram stories ben. 3 keer per week een podcast. Ik zorg dat ik coach, dat ik aanwezig ben in de groepen, in de mastermind, in de Love Attraction Academy. Dat. Maar ik zorg vooral dat mijn marketing on point is. Continu. Consistency is key. En dat is een hele interessante, wat je ook van mij terug gaat horen als ik vertel over die succesvolle lancering. Het verkopen gebeurt niet. Mensen zeggen niet ja op dat moment. Het verkopen gebeurt in between. Ervoor. Continu waarde creëren. Dat zorgt ervoor dat mensen ja zeggen op het moment dat je iets lanceert. Niet die 5 dagen dat de deuren open zijn. Continu waarde, 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 waarde. En als dan de deuren een keer open gaan, wil iemand erbij zijn. Omdat ze weten van jou dat er dat ze er superveel uit gaan halen. Omdat jij er continu bent. En dat is dat stukje wat ik heel vaak gedeeld heb. Wat key is voor een succesvol bedrijf naar mijn mening. Keep showing up. Ik ben er ongeacht wat. In mijn verlof. Als ik me niet lekker voel. Ik hoor heel veel vrouwen dit al zeggen. Als ik ongesteld ben. Ja sorry, maar dan ga ik even goed een podcast opnemen. Morgen heb ik mamadag. Heb ik geen tijd om een podcast op te nemen. Dus die podcast die ga ik nu opnemen in de weg op de auto. Ik wil toch gaan sporten, maar op de weg terug zit ik 1/2 uur, 3 kwartier in de auto. Neem ik een podcast op. Ja, klopt, de geluidskwaliteit is minder. Maar ik zorg dat ik waarde deel. En ik hoop dat het me vergeven wordt dat de geluidskwaliteit wat minder is. Ik heb de hele dag nog brandjes liggen blussen vandaag. Doordat er van alles weer misging met inloggegevens en dat allemaal. Doet er verder niet toe, maar overdag kom ik er niet aan toe. En dan is het slimme keuzes maken. Morgen is mamadag, wil ik er voor jullie aan zijn. Dus nu gaat die podcast eruit, want woensdag moet er een podcast zijn. Dat is een non-negotiable. Niet op stories zichtbaar zijn is geen optie. Als ik me niet lekker voel, ben ik er toch. Ik vertel dat ik me niet lekker voel. Ik ga ook heel eerlijk zijn over deze lancering. Die had vele malen beter gekund. Dit was niet het beste werk. En ook dat is denk ik heel leerzaam. Ik heb zelf extreem veel geleerd afgelopen lancering. Extreem leerzaam was dit. En niet alleen voor mij, maar ik geloof er ook in als ik dit deel en ik ben daar open over, dat jij hier ook van kan leren. Daarnaast wil ik ook laten zien dat het bij mij bij lange na allemaal niet super soepel loopt. Maar dat wil niet zeggen dat je je doelen, je verlangens niet kan halen. Dat komt er ook meteen bij. Dus 2 is, en dat is een hele belangrijke, super helder hebben. Hoe jij jouw doelen gaat behalen. En ik weet dat
het gros van mijn omzet komt van lanceringen van die online trainingen. En ik zorg, naast dat ik mijn marketingkanalen helder heb, zorg ik ervoor dat wat ik maak, dat die trainingen zo ontzettend goed zijn, dat mensen erover gaan praten. En ook dit is een heel belangrijk onderdeel van een succesvolle lancering, het creëren van ambassadeurs. Ik krijg zo vaak te horen hoe waardevol en life transforming de trainingen zijn die ik heb gemaakt, dat ik dat continu deel en dat mensen dus continu die dingen zien van anderen, social proof. Super waardevol. Dus niet alleen goede marketing hebben. Met goede marketing kom je heel ver. Maar als je product waardeloos is, val je toch door de mat. En heel veel ondernemers komen heel ver omdat ze super goed zijn in verkopen. Maar wat ze verkopen is echt crap. Dat moet je allemaal zelf weten. Maar ik wil je adviseren, wat je maakt, zorg dat dat rete goed is. Dat je achter je product staat. En als je het verkoopt, dat je ook met een gerust hart weet, hier gaat iemand ontzettend veel aan hebben. Ik zou persoonlijk niet anders kunnen. Ik zou niet durven. Ach, ik zou niet eens kunnen. Bah. En ik weet dat heel veel mensen het wel doen. Maar ja, nogmaals, dat is een advies. Moet je zelf weten wat je daarmee doet. Maar het helder hebben hoe je je doel gaat behalen, super belangrijk. Dan stap 3. En ook dit is een hele belangrijke naar mijn mening. Dat is dat ik verschillende waarheden voor mezelf heb gecreëerd die mij enorm dienen. En een aantal van die waarheden ga ik met je delen. En dat is namelijk dat het mijn waarheid is. Ik ben een succesvol ondernemer. Geld verdienen is makkelijk. Ik ben ontzettend goed in lanceren. Dat is echt mijn waarheid in de kern. Ik ben ontzettend goed in lanceren. Ik ben een succesvolle ondernemer. Geld verdienen is makkelijk. Moederschap met ondernemerschap combineren is easy. Ik kan makkelijk een miljoenenbedrijf creëren als ik moeder ben. En die heb ik moeten shiften. Want daar zaten heel veel belemmerende overtuigingen op. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik moeite heb gehad in het begin met zwanger worden. Ik was heel bang voor bepaalde dingen. Maar die heb ik kunnen shiften en met succes. Ook eentje. Ik ben miljonair puur alleen door mezelf te zijn. Mijn authenticiteit gaat ervoor zorgen dat ik een miljoenenbedrijf creëer. Die is zo sterk aanwezig. En daar geloof ik zo enorm in. En zeker in deze tijd. Mensen prikken er doorheen. Hoe oprechter je bent, hoe succesvoller je bent. Hoeveel te meer mensen ik help, hoeveel te meer dat ook naar mij terug zal komen. Dat zijn allemaal waarheden die ik heb gecreëerd. Ik kan elke dag me-time inplannen en toch mijn bedrijf voorwaarts brengen. Ik kan 3 keer per week sporten. Ik kan er elke dag voor Julian zijn. Ik kan prima met minder slaap en toch optimaal functioneren. En dan. Nummer 4. Is dat. Hangt samen met nummer 1. Maar ik ga hem hier even wat uitgebreider. Wat uitgebreider vertellen, wat uitgebreider delen. Ja, ik doe alles. He, we poetsen, we doen we allemaal zelf. Ik heb geen poetsvrouw. We doen zelf boodschappen. Ja, zou ik kunnen bestellen, doe ik niet. Vind het leuk om de boodschap te doen. Gaan we nu misschien wel naar over. Even kijken hoe dingen zich ontwikkelen. Maar 1 keer per week doe ik boodschappen. Of zijn vriend, 1 van de 2. De andere past op Julian. 1 keer per week, meestal op zondagochtend, maken we samen het huis schoon. Is dat spik en span altijd alles op orde? Nee. Want wij geven de prioriteit aan ons werk en aan elkaar. Aan ons zoontje. Dat betekent dus dat poetsen en koken en boodschappen doen geen hoge prioriteit hebben. Betekent dat dat het huis een zooitje is? Nee, totaal niet. Het is altijd opgeruimd. Maar is het altijd spik en span en ligt er nooit ergens stof? Nee, absoluut niet. 1 keer per week boodschappen, efficiënt. Ik kook heel weinig. Ik denk 2 keer per week op dit moment. Zijn vriend die eet heel vaak. Namelijk als hij Julian gaat ophalen op maandag en donderdag eet hij bij zijn ouders. Op woensdag eet ik bij mijn moeder. Ik kook om de week. Op dinsdag kook ik als mamadag is. En meestal vrijdag, zaterdag, zondag doen we iets makkelijks.
Maar, zei die dame die mij een bericht stuurde heel terecht, volgens mij ben jij wel van gezond eten. En dat klopt. Maar ze zei ook, volgens mij ben je van gezond en vers, koken. Nou, dat ben ik dus niet. Ik kook en heel weinig. We krijgen ook heel vaak eten mee van ouders. Daar zijn we heel dankbaar voor. Dat helpt echt in deze tijd. Zijn vrienden en ik hebben allebei een gruwelijke hekel aan koken. Dat is echt iets wat ik niet leuk vind. Ik heb vrij weinig moeite met huishoudelijke taken. Maar koken vind ik gewoon echt niet leuk. En nou ja, ik maak wel wat. Zeker nu dat we weten dat Julian er is, ga ik ook daar zeker meer mijn best voor doen. Maar we eten wel heel gezond. Ik zorg dat ik elke dag, sowieso elke dag heb ik salade. Zijn vriend eet het niet elke dag, maar die eet ook niet elke dag thuis. Maar ik maak elke dag een grote salade. Ik zorg elke dag dat ik een mega grote portie groente binnenkrijg en dat ik veel fruit binnenkrijg. Dat zijn voor mij ook non-negotiables. Maar als ik kook, kan ik dat binnen een kwartier, half uur klaar hebben. Ik sta nooit lang in de keuken. Vind ik tijdverspilling. Daar hebben heel veel andere mensen een andere mening over. Maar voor mij heeft het geen prioriteit. Ik geef liever mijn tijd aan Julian of aan mijn werk. Dat geldt voor poetsen zo, dat geldt voor boodschappen zo, dat geldt voor koken, dat geldt voor de was doen, dat geldt voor alles zo. Dat gaat allemaal snel, snel. We doen het allemaal, maar het is niet perfect. En dat is hoe je alles prima kunt combineren. Eén is je bedrijf prioriteit maken. Natuurlijk in combinatie met je gezinsleven, maar je bedrijf mag echt, als jij ambitieus bent, mag dat een significante plaats hebben. Vervolgens, twee is een hele heldere focus hebben. Je kan een ellenlange to-do-lijst hebben. Je kan elke dag met van alles en nog wat bezig zijn. Maar als jij niet weet hoe, wat jou concreet dichter bij je doelen gaat brengen, ben je maar wat aan het doen. Zit je nog in de beginfase? Is het testen, testen, testen? Absoluut. Ga experimenteren. Go all in. Absoluut. Ga vooral juist experimenteren, want dan ga je het snelste uitvinden. Maar als je het weet en je hebt je goud gevonden, man, 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 wat kan het dan hard gaan? En dat zie ik nu gebeuren. En hoe heerlijk is het als je en weet wat je hier te doen hebt qua teachen. Daar volle bak op door kan gaan. Ik weet wat mijn marketingkanalen zijn. Ik weet wat mijn aanbod is. Ik weet wat mijn verdienmodel is. En het past gewoon allemaal. En I love it. En ik weet ook dat er nog mega veel groei in zit. En dat is ook heerlijk als vooruitzicht. Het is nog enorm schaalbaar. En ik zie het helemaal gebeuren. Want kijk, ik heb nu die 5 ton behaald gewoon in oktober. Zonder adverteren. Dit is echt letterlijk vanuit fun and ease. En die heb ik nog niet benoemd. Want ik ben ze aan het samenvatten. Ik ga er zo meteen nog 1 bonus tip bij geven. Dus 2 is echt heel helder hebben. Waar je focus mag liggen. Wat je bedrijf voorwaarts gaat drijven. En dan stap 3 is waarheden voor jezelf creëren. Die je dienen. En dit, dit mag de allerbelangrijkste zijn van allemaal. Op het moment dat jij namelijk heel onzeker in je ondernemerschap staat en heel veel belemmerende overtuigingen hebt, heel veel overtuigingen hebt die je nu niet dienen en die je afhouden van je doelen, dan is dat waar je mee aan de slag mag met je verhaal, met het shiften van je waarheid. En dat is echt een hele belangrijke, want anders saboteer je jezelf continu. En ga je het ook continu voor jezelf goed praten. Dus dit is eentje om echt te onderzoeken bij jezelf. Wat zijn jouw waarheden? Voel desnoods wat je voelt bij de waarheden die ik voor mezelf heb. En misschien kun je er eentje overnemen. En 4 is heel weinig tijd besteden aan dingen die naar mijn mening, maar dat is echt mijn mening, niet belangrijk zijn. Ik vind koken, poetsen, boodschappen doen niet belangrijk. Die gebeuren allemaal, maar die schuif ik er even tussen. Ik vind tijd voor mezelf, sporten, tijd voor het gezin en mijn werk ontzettend belangrijk. En de rest boeit me niet. Ja, ik maak ook absoluut tijd voor vrienden en familie heel vaak. Dat doen we in het weekend trouwens. Ik ben nu aan het denken van, goh, dan zul je ook wel denken van, goh, heb je dan vrienden? Ja, ik heb vrienden. Maar ik combineer veel van mijn vrienden die tennissen ook. En ik combineer dat door die een paar keer per week te zien tijdens de training. Dat werkt voor mij ook echt super goed. En daarnaast bellen we veel. Ook als ik aan het wandelen ben, dan is het of een podcast opnemen of ik ben aan het bellen. Of ik luister een podcast. Maar ook dat is efficiënt. Dat is echt efficiënt. Zo kan het ook. Nou, en dan, dat zei ik dus, stap 4 is dus, gewoon sommige dingen niet zo belangrijk vinden. En er ook, ze allemaal wel doen, maar niet zoveel tijd aan besteden. En ik kan nog kiezen voor eventueel iemand iemand in dienst te nemen die schoonmaakt, whatever. Maar nu is de situatie, we hebben geen poetsvrouw, we doen alles zelf gewoon. En ik vind het ook wel prettig, nu op deze manier. En wat ik net zei, nog een bonus tip. En dat is namelijk fun and ease.
alles wat ik doe, alle keuzes die ik maak, moeten goed voelen. Betekent dat mijn leven altijd op rolletjes loopt en dat altijd alles maar goed gaat? Nee, absoluut niet. Ik ervaar ook contrast, zoals bijvoorbeeld deze lancering. Ik ervaar contrast, maar ik probeer zoveel mogelijk contrast echt te zien als leerpunten en er wat mee te doen. Om een shift te maken en vervolgens weer te kunnen zeggen van oké, hoe kunnen we ook dit vanuit fun en ease gaan benaderen? Hoe kan ik dit ook fun en ease maken? Want fun en ease zijn echt mijn kernwoorden. En dat zijn ze niet altijd geweest. Ik kom af van keihard werken, van niet genieten, van niet kunnen voelen, van wel doelen behalen, maar het gewoon het succes niet kunnen voelen, de blijdschap, de vervulling niet kunnen voelen. En dan voelt het zo ontzettend leeg. En sinds ik die shift heb gemaakt, en dat is vanaf het moment dat ik die Law of Attraction echt volledig ben gaan ownen, staat alles in het teken van fun and ease. Hoe kan ik dit fun maken? Ik doe alleen maar dingen die goed voelen. En ik laat los als een ander zegt, ja, maar dit moet je doen om je bedrijf, dit moet je doen om. Jongens, ik doe het volledig op mijn eigen manier. En er is nog geen jaar voorbij gegaan sindsdien dat ik mijn verlangens aan het begin van het jaar die ik uitgesproken heb, die ik uitgezonden heb, niet gehaald heb. En dan mag jij het zeggen. Er zijn allemaal regels, er zijn allemaal marketing dingetjes en funnels en e-mail marketing en advertenties en weet ik veel wat allemaal. En ik ben het levende bewijs dat het ook anders kan. En dit is echt puur die podcast. Dat is het allerleukste voor mij. Ik weet niet wat dat is. Het is gewoon mijn ding. Gewoon lekker, weet ik niet, kunnen combineren, kunnen lullen, waarden kunnen delen hopelijk. En me ook volledig kunnen focussen als ik dat doe. Ik heb heel vaak als ik tegen een camera praat, dat ik dan, ja, dan toch afgeleid ben. Of toch nog, toch wel een stukje meen van, oh, je moet toch ook even, al is dat echt bijna niet aanwezig. Maar het speelt wel een rol, toch nog, van, oh, vind ik dat ik er enigszins nog een beetje goed uitzie. Heel vaak heb ik ook zoiets van, oh nee, ik vind het helemaal niet, maar ik doe het toch. Maar die podcast is toch een stuk relaxter. Want dit is echt mijn ding. Ik heb mijn ding gevonden. En het is lekker als je je ding vindt. Dus fun and ease. Doe alles op basis van fun and ease. Voel hoe iets voelt. Als iets niet fun voelt, kijk dan, kan ik het fun maken en zo niet? Vraag je dan af, is dit voor mij? Is dit voor mij? Is dit mijn weg? Of is dit de weg van een ander die ik denk te moeten volgen om succesvol te worden? Dat zijn de tips die ik je kan geven, hoe ik het dus allemaal doe. Ik ervaar het niet zo dat het bijzonder is dat ik het allemaal zo doe. Maar ja, blijkbaar zien soms mensen dat wel zo. Dus ik hoop ook echt dat je hier wat aan hebt, dat het je inzicht biedt. Misschien is het gewoon een dikke aha. Misschien is het dat je denkt van, damn, ik mag ook beter prioriteiten stellen. Ik weet helemaal niet wat ik mag doen om mijn bedrijf voorwaarts te drijven. Ik weet helemaal niet wat mijn hoofdfocus is. Dan zijn er dingen waar je mee aan de slag was. Misschien denk je wel bij punt 3. De waarheden die je voor jezelf hebt gecreëerd, dienen die je, brengen die je dichter bij je doel. Want als dat niet zo is, is de fundering er niet. En nou ja, goed, dan saboteer je jezelf continu. Dan kun je net zo goed. Dat is wel heel demotiverend wat ik nu wil zeggen. Dus, maar ik zal hem even niet eruit vloepen. Maar weet hoe belangrijk die stap 3 is. Dat jij echt weet dat je waarheden voor jezelf creëert die je dienen. Dit is zo ontzettend belangrijk. En fun and ease, fun and ease. Niet alles is even belangrijk. Kies wat voor jou belangrijk is. Want dat koken en boodschappen doen en dat allemaal voor mij niet belangrijk is, wil niet zeggen dat het voor jou niet belangrijk moet zijn. Maar als ik dat allemaal ook belangrijk zou vinden, heel eerlijk, dan zou ik niet weten hoe ik het moet doen. Dan zou ik echt niet weten hoe ik het allemaal moest doen. Het boeit me ook allemaal niet. Tijdens het koken zet ik een podcast op. Tijdens het wandelen zet ik een podcast op. Zo zorg ik ook dat ik nieuwe informatie tot me neem. En ik ben super leergierig. Ook dat wil ik dus elke dag doen. Maar dat kun je allemaal combineren. Ik denk dat het gewoon echt te maken heeft met slimme keuzes maken. En vooral de keuzes maken die goed voelen voor jou. En dat is wat ik heb gevonden voor mezelf. En dat gun ik iedereen. Alright, ik ben thuis. Ik ga naar mijn mannetje toe, naar mijn beide mannen. Maar ik heb jullie al de hele dag niet gezien. Dus ik kijk uit om lekker met hem te gaan knuffelen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Laat me dat weten als je hier wat aan hebt gehad. Zijn er meer mensen die zich afvragen van, goh, hoe combineer je dit nu optimaal? Of misschien zelfs wel dames die zwanger willen worden en misschien bang zijn van, je kan het niet combineren. Nou, laat me alsjeblieft een voorbeeld zijn. Je kan het wel. Maar het is een kwestie van focussen. Het is een kwestie van waarheden creëren. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. En het is een kwestie van fun and ease. En dat voor jezelf vinden.
Alright, dankjewel. Maak een screenshot, deel hem alsjeblieft als je hem waardevol vindt. En weet ook, misschien weet je wel, denk je wel van, oh, hier heeft een ander ook wat aan. Deel hem alsjeblieft op social media. Tag mij, ik vind het superleuk als je luistert en dan kan ik dat zien. Heel vaak deel ik het ook als jij mij tagt. En heb je een vraag, stel die gewoon. Laat me vooral weten of je hier wat aan hebt gehad. Oké, okay. Dankjewel voor het luisteren. En nou ja, jongens, de ins en outs over de lancering. De six-figure launch. Dat klinkt zo. Ja, ik vind het mooi klinken. Het klinkt zo lekker. Die komt er dus binnenkort aan. En nou ja, die hou je van me te goed. All right, bye bye.